Stevige vertrouwenscrisis, zo noemt Johan Remkes de impasse die is ontstaan tussen de boeren en de overheid als het gaat om het stikstofbeleid van de regering. Boeren waren deze zomer natuurlijk woedend op het kabinet. Ze stonden met de rug tegen de muur en weigerden ieder gesprek. Totdat Johan Remkes werd aangesteld als bemiddelaar en zie daar, er lijkt een doorbraak in de impasse. Hoe broos is die doorbraak en wat gebeurt er als minister van de Wal van Natuur en Stikstof straks het stokje van Remkes overneemt? Aan tafel, Johan Remkes, welkom. U heeft woensdag een persconferentie gegeven. Die werd live uitgezonden door de NOS. Komt niet zo vaak voor. Na afloop... Eigenlijk natuurlijk idioot. Ja, dat ging ik u vragen. Wat vond u? Want? Ja, dit is publicitair natuurlijk toch behoorlijk opgeblazen. En die live uitzending hoorde daar wel bij. Maar het ging verder, het werd live uitgezonden. En u was die dag, ik weet niet hoe het vandaag is, de redder des vaderlands. U had de boerenstand gered, iedereen luisterde ademloos. En was vol lof, Remkes heeft het gered. Ja, ook allemaal zeer overdreven. Want? Omdat we nog maar even moeten afwachten wat het kabinet zegt. Omdat we ook nog maar even afwachten of er daadwerkelijk door het kabinet ook andere accenten worden gezet. Als dat niet gebeurt, dan is het probleem niet opgelost. Maar u weet of dat gaat gebeuren. Of het kabinet de koers bijstelt. Dat is nu in handen van het kabinet en niet meer in mijn handen. Als ze verstandig zijn, ja, dan wordt er natuurlijk heel goed geluisterd. Maar wacht even. Ik zag u woensdag zitten met op de eerste rij die minister van Natuur en Stikstof, Van de Wal. Die zegt dan toch tegen u van tevoren of daarna, Johan, zo gaan we het doen. Of Johan, dit is niks. Wat nee, heeft hij gezegd? Maar de besluitvorming in de ministerraad is gecompliceerder. Dus daar spelen natuurlijk ook allerlei politieke opvattingen doorheen. En waar ik mij... dat is ook een verstorende factor geweest. Wat de heer Klaver gepresteerd heeft... door te zeggen, de Kamer moet dit er maar even heel snel doorheen jassen. Zullen we even kijken. Jesse Klaver die zei op een voor hem onbewaakt moment... na afloop van die persconferentie van u, het volgende. We zien hem niet, maar we horen hem wel. Kijkt u mee. Oké, strekker om even dat ik zeg, als ik tot 14 oktober wacht... en iedereen enthousiast is, zou ik de extra minister aan doen. Morgen advies aftikken en gaan. Ja, want nu wordt het weer, wat is het, anderhalve week uitgesteld. Het duurt heel te lang en dan gaat iedereen er weer naar kijken. En dan gaan er weer protesten komen, denk ik, als ze echt zien wat erin staat. Jesse Klaver, als ze echt zien wat erin staat bij Remkes, dan breekt het weer los. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ik dacht, dom. A, omdat het onjuist is. B, het er doorheen jassen. Dat is in feite antiparlementair. En 3, een belediging voor de boeren. Want die boeren weten donders goed wat er aan de hand is en wat erin staat. En ook voor Tweede Kamerleden moet gelden, woorden doen ertoe. Spring daar zorgvuldig mee om. Want als je dit doet, dan onderstreep je in feite alle beelden die bij de desbetreffende groepering, maar ook breder, in de samenleving ten opzichte van de parlementaire democratie leven. Dat beeld is in één woord. Hoe noemt u dat? Dom. En het vertrouwen glijdt meteen weer weg? Ik bedoel, dat zie je dan. Ik heb die geluiden natuurlijk ook gehoord. Dat zie je dan weer wegleiden. Ja. Zullen we het even hebben over wat er moet gebeuren? U zegt, we moeten iets doen. Dat heeft u gezegd in die persconferentie. Als we niets doen, dan gaat Nederland op slot. En dat kan al heel snel gebeuren. Er is volgende week, heeft u allemaal uitgelegd, een uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling. Als dat fout uitpakt, kan er niet meer gebouwd worden. Geen wegen meer, niks meer. Dan loopt het land vast vanwege het stikstofprobleem. Nederland zit al voor een deel op slot. Met ook miljarden schade. En als die bouwvrijstelling eraf gaat, wordt het probleem alleen maar groter. En vanuit die invalshoek heb ik daar ook naar gekeken. Want daar ligt een gigantisch probleem. Mm-hmm. En er is sprake van een stevig probleem met betrekking tot de natuur. En het beleid was
een tamelijk ongericht beleid van de zijde van het kabinet. Als gevolg daarvan kregen boeren het gevoel van wij gaan er allemaal aan. En wat mijn aanbeveling is, doe het vooral gericht vlakbij de Natura 2000-gebieden. Dat is geen vrolijke boodschap, zeg ik erbij. Een tweede element, maar er ontstaat, als je dat doet, ontstaat er dus wel meer ruimte later in de gebiedsprocessen. En je lost het probleem van wat dan in jargon heet van de pasmelders op. Dus dat zijn 2500 boeren ongeveer, die als gevolg van onzorgvuldig overheidsbeleid in feite het slachtoffer worden. U had het over 500 à 600 grote vervuilers, of in ieder geval de grootste probleemboerderijen. Is daar eigenlijk een lijst van? Weten we wie om welke bedrijven het gaat? Het departement heeft die lijst. Heeft u hem ook gezien? Ik heb hem niet gezien. Want als ik in dat gebied zou zitten met mijn bedrijf, ik noem maar wat, tegen de Peel aan. Ik ken dat gebied toevallig zelf goed omdat ik daar woon. Daar gaat het onder andere over. Zou ik graag willen weten, ben ik het haasje of niet? Wat er gaat gebeuren, neem ik aan. Als men dit overneemt, dan zal dat natuurlijk op een hele zorgvuldige manier in de richting van de desbetreffende boeren moeten gebeuren. Ik heb natuurlijk ook geconstateerd. Binnen een jaar, hè, zegt u. Ik heb natuurlijk ook geconstateerd dat er een frame is ontstaan van dat er 500 à 600 boeren moeten worden uitgekocht. Ja. Dat is niet mijn boodschap. Nee, maar u zegt verhuizen, andere bedrijfsvoering veranderen. Ja, of daar, in het ergste geval, als het niet anders kan, uitkopen. En dan, als je niet wil, dan kan er een plicht ontstaan. Dat, zo heeft u het gezegd. Hè? Zo is het. En dat is in feite niet anders dan andere sectoren van de economie. Want ook andere sectoren van de economie zullen moeten functioneren binnen omgevingswaarden. Even die lijst, hè, waar u het over had, die ligt bij het ministerie, bij de minister Van der Wal? Ik neem aan dat minister Van der Wal die lijst kent, ja. Moet die lijst naar buiten? Moeten mensen weten waar ze aan toe zijn? Ik vind dat niet weer dezelfde fout gemaakt moet worden die met dat zogenaamde kaartje gemaakt is. Dus mensen moeten op een zorgvuldige wijze op individuele basis benaderd worden. Want zij horen de boodschap als eerste te krijgen. Ja. En niet via de publiciteit, want daar is met dat kaartje, dat zal niemand ontgaan zijn, daar is ontzettend veel deining over ontstaan. Sterker nog, heeft de minister er excuses voor aangeboden. Ja, en dat is voor mij ook de reden geweest om te zeggen, want dat kaartje moet gewoon van tafel. Wist u dat, dat Van der Wal dat zou doen, die excuses aanbieden na uw rapportpresentatie? Nou, zij heeft haar excuses al aangeboden in een eerdere fase, na het eerste agrarische overleg wat er geweest is. En om daar nog iets meer over te zeggen, LTO Nederland, mede namens een aantal andere organisaties, heeft in dat eerste agrarische overleg een lijstje met 5 punten op tafel gelegd. Na die 5 punten heb ik in het bijzonder natuurlijk ook gekeken. Omdat dat in feite harde voorwaarden waren om het gesprek verder op met elkaar te kunnen voeren. Daar zat dat kaartje bij. Daar zat de zogenaamde kritische depositiewaarde bij. Nou, ik heb woensdag gezegd, dat moeten we vooral niet heilig verklaren. Daar zaten die pasmelders bij. Om die reden, mede om die reden, ben ik dus gekomen met de aanbeveling van die versnelde aanpak van de piekbelasters. Ja. Want, en je kunt daar rustig, dat kan. In plaats van 1 jaar kun je daar rustig 1,5 jaar voor nemen. Als je dat politiek wenselijk acht, je moet je dan wel realiseren dat ook de vergunningverlening voor die zogenaamde pasmelders, dat langer gaat duren. Wie heeft u gebeld, meneer Remkes, vind ik interessant, in eerste instantie toen het kabinet er niet meer uitkwam? Van wie kreeg u het eerste telefoontje? Minister Van der Wal. Wat zei zij? Dat er, en dat was mij natuurlijk niet ontgaan, ik was op dat ogenblik overigens op vakantie, dat er in de Kamer gevraagd was om een bemiddelaar. En toen hebben we daarover gesproken. Ik zeg, ik zit hier absoluut niet op te wachten. Want de verhoudingen zijn wel ontzettend moeilijk geworden.
Uiteindelijk heb ik gezegd, nou, ik wil dan eventueel wel de rol spelen van onafhankelijke gespreksleider. Als jullie dat nodig vinden. Ik vind de figuur sowieso wel heel gek. Want eigenlijk vind ik gewoon dat dit tot de normale taken van bewindspersonen behoort. Als het nodig is, dan ben ik in laatste instantie bereid om het te doen. Maar wacht even, u zegt, je moet mij niet nodig hebben als je minister bent. Dit moet je zelf kunnen doen. Zo is het precies. Wat vond u, toen u de vraag kreeg, wat was uw eerste gedachte? Ja, dat is eigenlijk absurd. Dat die rol van mij nodig is, maar kennelijk... Een absurde vraag. En ik heb natuurlijk wel een beetje begrepen dat de wens ook uit de Kamer kwam. Ja. En daar werd toen gevraagd om een bemiddelaar. Nou, daar heb ik zojuist iets over gezegd. Ja. Toen is aan de Kamer kennelijk toegezegd dat er dan wel een derde gevraagd zou worden. Ik heb toen wel tegen minister Van der Wal gezegd, je moet je wel realiseren dat ik ook enig verleden op dit onderwerp heb. Want ik was voorzitter van het adviescollege stikstof, wat in juni 2020 advies heeft uitgebracht. Daar kom ik zo op dat rapport. Ook interessant. Maar eerst even, u krijgt een vraag en u denkt bij uzelf, ja, het is absurd dat ik hiervoor nodig ben. Want, dat zegt u eigenlijk, ja. Je moet het zelf kunnen doen. Daar ben je voor. Daar ben je minister voor. Ja. Toch? Zo is het. Zo is het. Niet alleen dat vraagt men u voor die rol. Maar op een gegeven moment verschuilt het kabinet zich ook achter u en zegt van ja, we kunnen niks zeggen doen tegen die boeren en die vlaggen en de opritten die in de fik staan, want we wachten op Remkes. Wat dacht u toen? Ja, nou word ik helemaal in een soort politiek-bestuurlijke rol gedrukt. En ook daar zat ik natuurlijk niet op te wachten, maar het was wel zo. Ja, dan zit je in het schip en dan moet je varen. En ik was inmiddels zelf ook wel tot de conclusie gekomen dat het beleid zoals dat aan de orde was, dat het beleid vroeg om andere antwoorden. En dan is het ook weer een uitdaging, zeg ik erbij, om je eigen gedachten op tafel, te leggen. En daar heb ik ook gebruik gemaakt van mijn eerdere kennis en opvattingen. U het schip vaart. U gaat besluit, nou, ik zit erop, ik vaar door. Op welk moment dacht u in dat proces, nu wordt het te gek, ik stop ermee? Nou, dat heb ik direct eigenlijk na die tijd overwogen. Maar zoals gezegd, een andere conclusie getrokken. En ik zag natuurlijk ook wel wat de oorzaak van... Mag ik u onderbreken? Er was een interview in het Algemeen Dagblad met... Dat wou ik net zeggen. Sorry, dan gaat u door. ik hou mijn mond. Ik had natuurlijk... Bob Hoekstra wilde ik naartoe, maar ja, ik had natuurlijk ook wel begrepen dat het politiek allemaal nog wat ingewikkelder was geworden... Just. Als gevolg van het interview van minister Hoekstra in het Algemeen Dagblad. Die zei, ja, die deadline van 2030, dat het dan allemaal opgelost moet zijn met die stikstof, dat moeten we niet heilig verklaren. U zit midden in het gesprek met de boeren, met iedereen die betrokken is. Ja. Ja. En ik heb inmiddels een fase in mijn leven bereikt dat ik niet meer naar de partijpolitiek kijk. Even ter herinnering voor de kijker thuis, u bent lid van de VVD. Ja. Maar bel je hem dan op als je in het proces zit? Hoe reageert u, uw frustratie af als dat dan gebeurt? Nou, als ik mij goed herinner, kreeg ik een waarschuwend telefoontje van hem dat hij een interview had gegeven aan het Algemeen Dagblad. Leuk, dacht hij. De exacte boodschap werd er niet bij verteld. En ja, dan denk ik, nou ja, ik lees het morgenochtend wel. Toen las u het en toen dacht u? Het probleem is hiermee ingewikkelder gemaakt. Want het aantal vrijheidsgraden wat je hebt, ook als gespreksleider, wordt daarmee ingeperkt. Ja. Zeg, u legt uit dat het eigenlijk een absurd verzoek was aan u, dat de minister dit zelf op moet lossen. U heeft een interview gegeven ook aan het vakblad voor boeren, goed gelezen, De Boerderij. En daarin zegt u over de rol die u als gespreksleider heeft gekregen, ik citeer... Het gaat volledig voorbij aan de verantwoordelijkheid die het kabinet heeft. Het is een soort tijdelijke politieke aflaat geworden om voorlopig wat rust in de tent te krijgen in de samenleving en de politiek. Dat hoort geen gewoonte te zijn. De desbetreffende mevrouw van de boerderij heeft het voortreffelijk opgeschreven.
Ja, maar ik begin me dan toch af te vragen, meneer Remkes, u bent terecht, volgens mij heel kritisch, maar wat zegt dit nu over bestuurlijk Nederland, meer in het bijzonder het kabinet, meer in het bijzonder de minister die er verantwoordelijk voor is en de minister-president die de leiding heeft over dat kabinet? Nou, de minister-president heeft hier wel geïnterveneerd, kan ik u zeggen. Die de partijpolitiek komt nu terug, ik hoor hem aankomen. Nou, nee. Ook gewoon als minister-president en niet alleen maar in mijn richting als lid van de VVD. Maar zegt u, de minister-president heeft tegen de minister van de Wal gezegd van dit gaat helemaal fout, we moeten nu wat doen? Dat heeft de minister-president, is mijn inschatting, wel tegen minister van de Wal gezegd, ja. Dit is een uitglijder die opgelost moet worden. Dit kan zo niet langer. Ja. Dus en als u daar dat zegt, dan weet ik dat de minister-president dat gezegd heeft. Ja, dus daar is zeker geïnterveneerd op dat niveau. Kijk, als het gaat om... Want ik heb natuurlijk... En wat minister Van der Wal deed, dat spoorde met het regeerakkoord. Mm-hmm. Alleen, ik heb... Kijk, coalitieakkoorden, die worden gesloten tussen fracties. En als je aantreedt als minister, dan ben je verantwoordelijk voor de uitvoering. En het is wel eens verstandig om, als je dan opgezadeld wordt met de uitvoering van een coalitieakkoord, om bij wijze van spreken dat coalitieakkoord ook eerst eens een paar nachten onder je kussen te leggen. Dus met deze en gene te praten over de uitvoering. Hmm. En naar mijn gevoel is dat iets te weinig gebeurd. Niet gebeurd? Dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet wat minister Van der Wal gedaan heeft. Maar, meneer Remkes, nog één vraag. Ik had eerder dit jaar, in januari, sprak ik met u en Wouter Koolmees. U had, want dat zijn we bijna vergeten, maar dat heeft u ook nog gedaan. Dit kabinet in elkaar getimmerd met z'n tweeën. Ja, dat kreeg ik ook nog nagedragen. Remkes is verantwoordelijk voor... Voor alles. Voor ongeveer alles, ja. U zei toen in die uitzending... misschien kunnen we dat nog heel even horen. Over dit kabinet is eigenlijk onder een verschrikkelijk gesternte tot stand gekomen. En wij hebben dit nu opgelost. Maar dan staat ze wel één ding te doen om al die crisissituaties in Nederland waar we mee te maken hebben. Want wat hebben we allemaal? De energiecrisis, de asielcrisis, de toeslagenouders. Maak tempo, zei u toen. En doe dat heel snel, anders dan verlies je de geloofwaardigheid. Zo klonk het toen, in januari. Het kabinet zou zijn uiterste best moeten doen om te laten zien dat datgene wat in het regeerakkoord staat opgeschreven, en daar staan ook stevige passages over Groningen in, daar staan stevige passages in over het toeslagenschandaal, dat men er daadwerkelijk en met geswindespoed iets aan wil doen. Ja, meneer Remkes, dat was januari. We zijn drie kwart jaar verder. Het lukt niet. Nou, ik weet niet of ik toen ook gezegd heb. Maar tijdens zo'n proces, dan denk je ook wel eens bij jezelf, jullie zitten hier nou over vierkante millimeters te praten, maar realiseer je wel dat de wereld er over korte tijd weer heel anders uit kan zien. En dat is eigenlijk ook precies wat er gebeurd is. Dat begon een paar weken na het aantreden van het kabinet met de uitspraak van de Hoge Raad over het fiscale stelsel, waarvan je weet dat dat ingrijpende financiële consequenties heeft. En op 24 februari zat Oekraïne in een oorlog en waren wij daar zeer nauw bij betrokken met alle consequenties van die. Dus? Zo af en toe is enige relativering ook op zijn plek. Meneer Remkes, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.